Ik krijg nu een melding dat ik eigenlijk 80 kilometer moet gaan rijden om hem groen te krijgen. Dan zie je er bovenin ook een sterretje. En dat betekent dat hij me nu vasthoudt. Nu gaan we zeker door de groen heen. Vrachtwagenchauffeur Gerrit heeft nog nooit zo lekker doorgereden. Sinds een paar maanden gebruikt hij een app die hem precies vertelt hoe hard hij moet rijden om groen licht te halen. Vanuit de hooraf kun je in één keer in 7 minuten tijd kun je richting Meidrecht rijden. Je hoeft bijna geen één keer te stoppen, want je krijgt overal prioriteit. En dat scheelt natuurlijk sowieso voor het milieu, maar scheelt ook voor de slijtage aan de remmen. En dat is natuurlijk een stuk prettiger, want je hoeft niet elke keer op te trekken en weer te stoppen en het hele spul weer op gang te slingeren. En dat is precies wat de provincie wil. Want als vrachtwagens hier niet stilstaan, heeft dat veel voordelen. Het scheelt heel veel CO2-uitstoot. Een brandstof en ook voor de doorstroming is het een stuk beter, want een stilstaande vrachtwagen trekt heel langzaam op en alle auto's die erachter zitten, die moeten dan ook heel langzaam optrekken. Dus zolang je die kan blijven laten rijden, blijft het doorstromen. Gerrit heeft deze innovatieve app al een tijdje mogen testen. Vandaag volgt de rest van het bedrijf. Vrachtwagens vermijden dus dat ze voor een rood stoplicht komen te staan. Maar hoe zit het met de rest van het verkeer? In de spits dan zie je hele rijen zie je staan om linksaf het dorp Meidrecht in te rijden. En ik kom vanuit de hooraf en ik ga maar door. Andere weggebruikers moeten Gerrit en zijn collega's nog even voor laten gaan. Maar als de proef slaagt, dan wordt de app straks ook beschikbaar voor fietsers en personenauto's.